Nou, de volgende uitvinding staat alweer klaar, dames en heren. En de volgende uitvinding, die is van de heer Vrachtdoender en die komt uit Amsterdam. Heer Vrachtdoender. Goedenavond. Geweldig dat u er bent. U komt uit Amsterdam, hè? Ik kom uit Amsterdam. Vertel u eens, wat is uw beroep? Waar zien wij u in? Ik zit in de inbraakbeveiliging. Oh ja? Ja. Oh. Ik breng hang- en sluitwerk aan. Ik open deuren voor mensen die hun zelf buiten gesloten hebben. Hang- en sluitwerk. Oh. En? Ja. En het openen van deuren voor mensen die hun sleutels vergeten zijn. Oh, dus u kan zelf ook dingen openmaken. Dat kan ik wel, maar dat doe ik dus normaal gesproken niet. Of de zaken moeten erg slecht gaan. Ja, dat wil ik zeggen. Het is toch handel, hè? Het is handel. Ja. Wij doen het niet. Hij is weer kapot. We komen eraan. Ja, 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 ja. Ja, dat is geweldig. Maar u heeft iets uitgevonden dat heeft totaal niets met de brandweerinbraak te maken. Nee, helemaal niet. Nee, het is namelijk een transporthoeverkracht. Juist. Waarom? Hoeverkracht. Hoeverkracht, ja. Die gaat over water. Onder andere naar Engeland wel. Ik gebruik hem om over het land zware lasten te transporteren. Ja. Ongeacht obstakels, zand, drempeltjes, toebranden. Och. Neemt u allemaal moeiteloos. Oh ja? Ja. Oh, ja, zo, met wieltjes zit je gauw te... In het zand. Ja, ja, in het zand is het minder. Ja, natuurlijk. Hoeveel kan die dragen? Het staat op 150 kilo. Dus, ja. Viool, dat gaat net. Dan ga ik als u nog gaat starten, dan ga ik nog even met starten, want dan ga ik, we moeten er eerst op staan, Viool. Ja. Viool, kom hier. Staan of zitten? Of, Jawel, wat je wil. Nou ja, zitten is veiliger. Ja, zie je wel. Zit, ga maar lekker zitten, ja, Viool. Wacht even. Ja, goed in het midden zitten. Goed in het midden zitten. Nee, ik wacht even. Kijk eerst hoe het gaat. Hoe? Kan die ook uit? Mooi. Hé, wat was over, hè? Nou, hij doet het. Hij doet het, hè? Hij doet het. Duidelijk wel, ja. Zijn je daar een vraag over, Frits? Nou, ik moet zeggen, na deze prachtige voorstelling, daar ontdoe ik me even van. Oh. Ik vind het een van de betere uitvindingen, toch, die ik ooit in dit programma heb gezien. Het is heel eenvoudig. Ook hier zie ik weer een tal van praktische toepassingen voor mensen die aan het strand zitten en bijvoorbeeld hun rubberen bootje van de duinen af naar zee moeten brengen en het anders niet kunnen omdat die wieltjes vastlopen in het zand. Dat vind ik een prima oplossing ervoor. Verder, ik denk dat motortje afkomstig is van zo'n bladermachine. Die bladblazer. Ja. Nou, dat vond ik nooit een goede toepassing, maar nu wordt het een keer echt nuttiger gebruikt. Alleen, het is een luchtkussen, zegt u. Raakt hij gauw lek? Ik kan hem even laten zien. Ja, laat hem eens zien, ja. Oh, het is helemaal overal onderkant. Ja. Hij is al lek. Oh. Er vormt zich gewoon een laag lucht onder de hoeveelkracht. Kun je ook mee op het water, of dat niet? Ik heb het niet geprobeerd, maar met deze weet ik het niet. Nee, met mij ook zeker niet, hoor. Nee, dat weet je niet natuurlijk. Viool, jij bent nog klaar, hè? Ik heb er nou opgelegen. Het is net een kermis, echt waar, hoor. Je verrolt er zo vanaf. Zou het niet handiger zijn om daar een hekje omheen te bouwen? Want ik lig zo... Ja, maar hij is in principe niet bedoeld voor personenvervoer. Ik vind het mooie dat hij zo geruisloos is. Ja, je hoort het niet. Dat vind ik zo knap. Ja, daar heb je natuurlijk erg veel benzine-lucht overlast, hè. Dat is niet prettig. Ja, maar op het strand, ja, dan valt het mee hier in de studio. Ja, het waait zo weg. Oké, nou, ik val weer, dat je zegt, van informatief. Mooi zo. Vast gefeliciteerd. Bel meneer van de Dingers ook even bij voor. Want we gaan in de zaal weer even met de knopjes, hè. Die de knopjes allemaal.
U zet er weer op een A'tje, op een B'tje, op een C'tje. Ah, dan is hij goed. B, dan willen we er even over slapen. C, dan zeg je nou, ik vind bijvoorbeeld er helemaal niks. Ja, gaan we eerst voor de ruggenkrabber. Druk je op de knop. Nu. Dan krijgen we die schitterende melodie weer. Daar is hij al. Er komt een cd'tje van deze melodie, hoor. 310 voor een ruggenkrabber. Nou, dat is niet verkeerd voor 310. Maar ik ga door voor de hoeverkraft. Dan gaan we weer aardje, beetje, zeetje. U drukt weer op een knopje voor de hoeverkraft. Nu, als u wil. En ook als u niet wil. Gewoon drukken. Ja, oh, mag ik even luisteren naar die muziek? Oh, prachtig. Schitterend. Wat een componist. 500 tot! Oh, ja, dat is een dood op de raad. Ja, zeker. 500 gulden geworden, kijk eens even. 700 gulden voor een ruggenkrabber, dat is toch niet verkeerd? En ze Franse vragen, zitten ze erin? Ja, kijk even, zitten erin. Het is vervouwkels, het is een monopoliespel, daar begrijp ik ook af. En u krijgt van mij 1000 gulden en bovendien, mooiste, komt nog wat. U krijgt namelijk allebei weer die schitterende cd. Met die prachtige medleys van die andere van Neudenbeen. Dat is heel goed. Als je ook een uitvinding heeft, u kan er net mee doen. We hebben nog 2 weken. Postbus 999, 1430 AT in Hilversum. Frits is van stop dat je er was. Hoor. Dat je het toch doet iedere week. Maar ik vind het wel. Ik vind het best wel dit zijn, hoor. Tot volgende week. Ja. Zo. Oh, ja. Uitvinders geweest. Mooi, was het leuk. Oh, zorg even dat ze niet bij rollen neerzetten. Want de rollen zijn op. Ja, vliegt er doorheen op die manier.